Je probeert altijd alle ontwikkelingen te volgen en soms haak je ergens op in en dan blijkt de ontwikkeling niet te worden wat je ervan had verwacht. Denk aan een Second Life of zo. En soms haak je snel in en wordt het wel een succes. Dus ja, dat is wel. Ik zal niet zeggen dat we meteen de allereerste zullen zijn die nu als de overheid inspringt. Maar we houden het scherp in de gaten en op het moment dat we denken hier moeten we bij zitten, dan doen we dat. Maar zou je bijvoorbeeld iets meer kunnen doen met de gemeenteraadsvergadering? Hè? Nu zijn die te volgen via internet, maar ziet u daar een vervolg op, een slag verder? Nou ja, die worden inderdaad al, die kan je live volgen op het internet. Dat geldt voor commissievergaderingen ook. Als je kijkt YouTube, daar hebben we natuurlijk ook, daar hebben we als Den Haag ook filmpjes op geplaatst. Daar kunnen anderen trouwens ook filmpjes op plaatsen over Den Haag. Alleen positieve, want de anderen worden er automatisch van afgehaald. Hoezo censuur? Ja, nee, dat is geen censuur, dat heet city marketing. Maar op die manier proberen we natuurlijk wel ook mee te gaan, ja. Ik ga toch even nog prikken bij u voor een eigen televisiestation, Henk's Home, zoiets. Nou, ik zou in ieder geval niet de gemeenteraad erop zetten, want dat is saai! Maar wat dan wel? Ik zou, maar dat is ook vreselijk saai, maar dat vind ik nou toevallig wel vreselijk lekker. Is de deur dicht? Zijn de ramen dicht? U heeft het vast ook wel eens gezien, s'nachts als je niet kan slapen en je zet dan op de Duitse televisie die camera die in die trein en die dendert dan zo door. Ik zou wel zo'n camera in een auto willen hebben, maar dan door Den Haag en dan mijn commentaar erbij. Nou, het eerste lijkt een goed idee. Als jij in Den Haag als bewoner of als bedrijf of als bezoeker iets wil weten in Den Haag, dan tik je in denhaag.nl. En wat krijg je dan? Dan krijg je de gemeente. Terwijl heel vaak is natuurlijk, wil je niet iets weten van de gemeente, maar wil je weten wat er in Den Haag te doen is. En daarom heb ik gezegd, we gaan die site gaan we ombouwen tot een portaal. Dus daar komt niet alleen de gemeenteinformatie op, maar ook informatie van anderen uit de stad. Wat is er allemaal te doen? Stel je wil een weekendje weg, dan ga je ook vergelijken. Hè, van wat is over 2 weken in Barcelona, wat is er in Praag, wat is er in Den Haag. Nou, als dat goed wordt aangeboden, komen al die mensen veel vaker naar Den Haag dan dat ze nu doen. En dat wil dus ook zeggen dat er informatie van anderen op die site kan worden aangeboden. Dus dat kan ook weer een uitdaging zijn voor verschillende mensen hier, denk ik. Nummer 2 noemde u. Nummer 1 lijkt Den Haag te worden met een initiatief wat door u betaald wordt. De wijkmedia ateliers, die kunnen de e-inclusion award winnen. U gaat er bijna van blozen. Ja, het is geweldig. Nee, ja, het is natuurlijk... Wat is het? Want ik denk dat niet iedereen hier weet wat dat is. Wijkmedia ateliers. Nou, dat is wat het woord al zegt. Het zijn wijkmedia ateliers. Dus, ik bedoel, wat zou je daar verder aan toe moeten voegen? Het zijn... Ja, een soort ateliers waar je op technologisch gebied dan uiteraard aan de slag kan. Dat is ook wel nodig, want de afstand tussen mensen in de wijken, zeg maar, en de werkgelegenheid in de IT-sector is hoog, of is groot, de gap is enorm. Dus als je op die manier ook een bijdrage levert aan het verkleinen van die kloof, dan heb je ook kans... dat je sneller personeel vindt die je nodig hebt. En dat is echt nodig, want dat is weliswaar allerlei verhalen over crisis, economische crisis, financiële crisis. Maar er is tegelijkertijd, en dat maakt deze crisis ook wel wat uniek, een krapte op de arbeidsmarkt. Een krapte die door de hele demografische ontwikkeling, overigens in heel Europa, zal blijven aanhouden. Dus het gaat er ook om goed personeel op te leiden, te vinden en vast te houden. Dus ontsla ook niet te snel mensen. Dat moet je sowieso niet doen, denk ik. Je kan ze beter dan, als er even geen werk is, trainen, scholen, bijscholen, bijscholen, bijscholen. Want je zal ze straks, als de crisis ook weer voorbij gaat, want het is nou eenmaal een conjuncturele golfbeweging, hard nodig hebben. Want die krapte op de arbeidsmarkt, die blijft. Wat ben ik binnen de NOS? Vind ik altijd nog wel belangrijk om even te memoreren, zodat u zich een klein beetje kunt voorstellen wat ik daar uitvoer bij die voormalige staatsomroep. Ik ben om te beginnen evangelist.
Dat betekent dat ik de helft van de dag bezig ben om mensen intern ervan te overtuigen dat televisie alleen, dat toch een beetje ouderwets begint te worden, dat we niet meer alleen maar moeten zenden, maar ook moeten ontvangen, dat er andere platforms zijn, dat er nieuwe telefoons zijn gekomen, et cetera, et cetera. De tweede schermenstrategie, maar dan op internet. Bij het EK voetbal, afgelopen zomer hebben we dat ook gedaan. Er werden soms twee wedstrijden tegelijk gespeeld. Je keek er één op tv, de andere op internet. We moeten ons allemaal belasting betalen, maar wij moeten het echt doen met adverteerders. En Salah en ook Al Gore met zijn film Inconvenient Truth heeft ongelooflijk veel meer bereikt dan eigenlijk alle initiatieven met betrekking tot climate change van daarvoor. En vooral omdat hij heeft laten zien wat er aan de grote database staat. Dat betekent ook dat jullie niet alleen een soort kummetje zijn, maar ook eigenlijk een soort ondernemer geworden. Volgens mij zijn we altijd ondernemer geweest. Ja, maar ik bedoel, zijn eigen producten dat je ook echt zelf iets toch gaat verkopen. Nou, dat hoeft niet dat we zelf kopen, maar wel achter Joran aangaan en achtervolgen tot in de hel. En dat allemaal uitzenden, dan heeft Freek de Jonge ook tenminste nog wat te doen. Ja, dan komt het toch op neer. Ja, bij Joran drie tot en met wat er allemaal aankomt. Ja, ja, verlicht. Ja. Daar zitten natuurlijk ook wel weer wat privacy achter elementen. Maar dat ga je niet. Daar hebben wij niet alleen last van, daar heeft Peter Heer en Vriesel ook last van. Binnenkort 1000 HD televisiekanalen gewoon bij je huis binnenkrijgt. Zonder hapering. En als het zo zou zijn dat in jouw wijk toevallig iedereen die film wil zien, dan is het niet zoals in andere concurrerende netwerken dat het bij jou niet meer werkt. Dat werkt het gewoon nog steeds heel erg. Wat er speelt. Dat laat ik dus ook zien in lijsten. Zoals hier bijvoorbeeld bij favoriete locaties. Locaties die door vrienden gedeeld zijn en informatie in de buurt. Start your own station is natuurlijk het ultieme verhaal. Start je eigen internet televisiestation. De kabel, daar zijn we voorlopig ook nog niet over uitgesproken, want de heren van KPN en van de Nederlandse kabelfirma's die gaan elkaar nog wel treffen ergens in de arena in de strijd om de consument. En wie weet gaat als twee honden vechten om een been het derde T-Mobile wel mee vandoor. Dat glaslokaal, dat was toch al. Daar ligt toch al allerlei glasvezel in Den Haag? Er ligt heel erg veel glas. Door alle scholen op in Den Haag en een bibliotheek, een aantal musea zitten erin. Bij 300 aansluitingen. 300? Ja. En dan zegt KPN met veel aplomb van in Almere zijn we goed bezig en hebben 130 aansluitingen. Lachen hoe zo'n groot bedrijf.